heel van zeg Stefano, maar het is Stefano, toch? Nee. Stefano, wel, ik zeg het wel goed. Oké. Stefano, je bent professor van Advanced Robotics. Nou kan ik me iets bij robotics voorstellen, maar wat maakt jullie nou advanced? Ja, het klinkt gewoon leuker. Het is goed voor de marketing. Oké, top. En dat is gewoon natuurlijk op onderzoek op een punt waar dat nog niet gedaan is, dat gaat. En je volgende vakgroep, wordt dat dan super advanced robotics? Of? Dat weet ik nog. Daar moet ik nog even goed nadenken. Even goed over nadenken. Nou, daar gaan we een keertje over nadenken. Ik kun heb hier... Kun je horen op zonder microfoon? Voor de opname. Ja. Opname en achterin is het ook... Ja, het Italiaan zonder handen kan niet praten. Dus dat is een je hebt al je eigen... Deze is vooral heel belangrijk natuurlijk. Je zal mijn best doen. Je hebt afgelopen jaar ook allemaal prijzen in de wacht gesleept, toch? Ja, 2. Ben ik heel blij mee. Wat ja, goed, wat ik zal er even kort wat dingen laten zien in de loop van de dag. En met name is het dus over de robotvogel. Dat een aantal mensen misschien de televisie hebben gezien. Uniek in de wereld. De tech transfer van European Tech Transfer. En ook over de zorg. En dat is met name wat ik vandaag daarover wat vertelde. Maar er wordt heel veel in de robotica gedaan. Er werd al sinds de Jetsons ons voorgespiegeld dat we de huishoudrobot zouden krijgen, die alles zou kunnen doen. Ik heb het gevoel dat we al heel lang steeds op het kantelpunt staan dat ze de hele wereld over gaan nemen. Maar ik heb nog niet het gevoel wat er allemaal gaande is of zo. Want er gebeurt wel heel veel, toch? Zeker. Kan jij daar een... Absoluut. Dat lijkt me een mooi punt. Dus daar ga ik even daarmee beginnen. Maar eerst wil ik beginnen met de reden waarom we hier zijn. Over engineers eigenlijk vandaag hier. En er is een statement dat misschien jullie kennen dat ik heel leuk vind. Is dat physics predicts the future and engineers make it. Oké, dus hier zijn we in de plaats voor om dat te erkennen en de creativiteit... dat naar de toekomst brengt te bekijken. Wat hier laat zien is wat het eigenlijk nu al gebeurt. Dit Boston Dynamics is bekend, is vaak in de media geweest. En dit is niet een montage, dit bestaat. Okay? Dit hebben ze gewoon gedaan. Het is een robot die, en niet voor niets hebben deze video, omdat Google gaat het verkopen en waarschijnlijk Amazon gaat kopen, denk ik, als ze dit soort video's zien. Maar goed, dat weet nog niemand. En dit is gewoon een andere prachtige voorbeeld van wat zij van elkaar gekregen hebben. Wat jullie hier zien is inderdaad de vogel waar ik over had. Het is wat jullie dan in de video zien is nu zie je die is gewoon een robot. Het is niet een echte vogel. En als je ziet vliegen, dan kan je het gewoon absoluut niet zeggen dat het niet een vogel is. Flappen dezelfde frequentie als een echte valk. Dezelfde snelheid, gewicht, size, alles. En wat iets ook dat gaande is natuurlijk artificial intelligence. Dat is iets waar dat heel veel zal veranderen, ook indirect in de robotica. Maar wat je zegt, klopt het helemaal. Dat is, de verwachtingen zijn altijd meer dan wat het eigenlijk de snelheid is. En ik denk dat twee grote vragen zijn hier. Dus met name cognition, waar dus de AI dan een werk van maakt. Maar dit wordt heel vaak vergeten. Mensen denken, oh, een robot, oh, die kan dat doen wat ik net heb laten zien. Dus we hebben gewoon een humanoid als dan IBM zijn werk doet. Dat is ver van waar, omdat de complexiteit van een hand, het is volledig onderschat. Grote deel van de cortex van de hersenen is gebruikt voor de hand. Dus het is een soort realiteit, de dexterity is iets waar we ver van zijn. Ja, nou ja, maar je hebt iets van een... overview van, dit is heel eng om mezelf te zien. Ik zou zeggen, je went eraan, maar nee. je hebt iets van een overview van wat er nu nieuw is, toch? Ja, daar kan ik even wat, wat meer ingaan. Wat de implicatie met name zal zijn van de robotica in onze maatschappij. En ik wil hier een aantal voorbeelden noemen. Wat jullie hier zien is een robot dat wij ontwikkeld hebben in Twente. Het is ook uniek in de wereld. Het is een robot die eigenlijk in de gasleiding zal gaan om inspectie uit te voeren. Dus in de toekomst zullen we gewoon overal robots ondergrond aan het kijken zijn of de gasleiding nog goed zijn. Wat er nu gebeurt is dat ze van buitenaf wordt gemeten en dat gaat mis. Soms heb je een ontploffing en dan gaan mensen dood. Dus daar zal een inspectie en veiligheid voor de infrastructuur, maar ook in het bestellen van pakketten. Dit is een bekende ontwikkeling dat Amazon aan het kijken is. Dus je bestelt iets met iPhone, betaal je ietsje meer en dan komt over een half uurtje landt een drone hier en dan geef je het pakketje.
Of medisch, daar zal ik vandaag wat meer over vertellen. Dit is weer wat in Twente hebben gedaan. Dus endoluminaal bijvoorbeeld een polype te verwijderen. Dus je hebt eigenlijk een robot die een soort slang, daar gaan dus colonoscopieën in het lichaam. En dat kan bewegen en daar kunnen armjes eruit kunnen komen. En zie je dat ik niet kan praten, dan moet ik een beetje zo doen. Armje eruit kunnen komen en dan kan je gewoon dat eigenlijk opereren. Dat is iets ook niets. En ook meer in de huishoudelijk, zoals we wat hier hebben laten zien van Fraunhofer. Dus robots die gewoon in het huis het een en ander zullen doen, met name voor de ouderenzorg. Maar jij bent nu, je liet al wat dingen zien waar jullie mee bezig zijn, maar je hebt wel een speciaal onderwerp waar jullie nu... Ja. Hard aan het werk op zijn, toch? Ja, dus wat ik vandaag wil laten zien is eigenlijk een klein stukje van ons werk. Dus het is een grote groep. Wij werken dan met name in alle soorten multidisciplinaire interacties. We hebben van al die soort kennissen en meer in huis. Om medisch en een inspection and service met name. En ook een beetje in de home and care. En dan wil ik met name eigenlijk over medisch gaan praten. Dus, maar om even daar te ietsje meer daarover vertellen. In mijn leerstoel zijn ook twee klinici. Het is een engineeringgroep. Hè? En dit is Ivo Broeders, de eerste chirurg dat in Nederland in 2000 in Utrecht de eerste Intuitive Surgical Da Vinci heeft in gebruik genomen. En hij is deeltijd in de leerstoel. Dus daar vanaf die interactie ontstaan heel veel nieuwe ideeën en de vraag van de klinische kant. En ook een radioloog. Dus dat is heel bijzonder voor de medische kant. We proberen echt naar de markt toe te gaan. Dit is het Leo Center of Service Robotics. Het is het eerste robotica center van Nederland die in 2008 opgericht. En er zijn een aantal spin-off ontstaan. Voor en daarna. En ook hebben we nu de mogelijkheid om ook outdoor dingen te testen. Zoals jullie misschien in de media hebben gezien. Hebben we echt een drone center waar echt gebruik kan worden. En natuurlijk als je dingen wil maken, dan heb je gewoon lab nodig. Infrastructuur. En engineering is creativiteit. Dingen maken, bedenken en de mogelijkheid hebben om die te realiseren. En daar hebben we dan een hele leuke lab voor met hele infrastructuur, veel 3D-printers, laserkatter, chemische workstation om materialen te ontwikkelen in een andere manier, et cetera, et cetera. En wat we doen, en daar zal ik daarna specifiek in iets ingaan, is een redelijk brede spectrum van toepassingen, van domein onafhankelijk. En dat betekent dat als je daar wat ontwikkelt, kan je gebruiken in medisch of kan je gebruiken in inspectie of aan andere toepassingen. Of domein dependent. Dus je kan dat eigenlijk wel iets ontwikkelen die specifiek kennis heeft van de klinische kant bijvoorbeeld. Of van veiligheid over explosie als je over infrastructuren inspectie gaat. En ook hele theoretisch werk van wat zijn de ontwikkelingen? Hoe kan je dan laten zien dat als je een systeem maakt die dan met mensen interageert, die nooit instabiel wordt, in andere woorden nooit gevaarlijk kan zijn. Hoe kan je dat bewijzen? Tot heel praktisch om gewoon dingen echt te realiseren. En daar heb ik waren twee dingen dat ik wil laten zien waar dan die twee awards hebben gewonnen. Wat mensen heel vaak over de medische wereld weten is dit systeem hier, Intuitive Surgical. Het is een systeem die oorspronkelijk is ontstaan voor cardiovasculaire interventies. Maar eigenlijk het succes heeft bereikt in de urologie. Dus voor alle mannen in de zaal. Dus voor prostateproblemen is dit een manier hoe het beste kan uitgevoerd worden. En er is heel veel discussie, kost meer, kost veel. Is de moeite waard, ja of nee? Ik heb het gebruikt, niet op patiënten, omdat ik ben natuurlijk geen chirurg. Maar het is vanzelfsprekend dat zo'n machine gebruikt dat veel makkelijker is om te werken. Precies te werken en mindere fouten te maken. En het Da Vinci, we hebben heel veel in Nederland in de tussentijd. Dit is eigenlijk al oud, we hebben meer dan 10 nu. En wat je eigenlijk kan doen is telerobotica. En dat wil zeggen dat je hebt... mijn excuses. Heel veel veer en krimpel in je neus. Je hebt dus een master waar de chirurg eigenlijk in contact is. Stuurt een soort cockpit. En de bewegingen worden nagemaakt in een patiënt. En als je dat doet, je voelt dat dichterbij. En de chirurg is daar, de patiënt is daar. Maar je voelt dat je dan binnen de buik van de patiënt bent. Veel dichterbij dat als je echte operatie met stokjes doet, zoals endoscopisch gebeurt.
Maar goed, die soort ontwikkeling voor de robotica zijn heel belangrijk. Natuurlijk, het gaat over kwaliteit, trauma en cost, time effectiveness. En daar wordt heel vaak gezegd, ja, robotica als meer technologie komt, dat kost ook meer. Het is helemaal niet waar. Omdat als we manieren vinden om bijvoorbeeld de oncologie echt aan te pakken voor kankerbestrijding, dat kan natuurlijk de kosten gigantisch verminderen. Omdat het sneller dan kan genezen. En natuurlijk, veiligheid is altijd een issue. Dus ik gebruik nooit Windows als ik iets doe voor mijn systemen. Dus de echte uitdaging is natuurlijk de Verenigde Naties, zijn statistieken. Onze wereld is aan het verouderen. En het gaat zo snel dat binnenkort hebben we niet eens genoeg mensen om over de ouderzorg te helpen. Dus je moet er daar echt, we hebben echt een groot probleem. En dat is eigenlijk de reden waarom overal in de wereld zoveel aandacht is voor robotica. En dat wordt als een van de manieren om het probleem op te lossen. Nou, hoe pak je dat? Je hebt dan ten eerste goede onderzoek nodig. Die multidisciplinaire groepen. Dus robotica is eigenlijk alles. Is gewoon mechanica, is elektronica, is computer science, is natuurkunde, is alles bij elkaar. Je moet het ook, zeker in de klinische setting, even kijken hoe je dan moet met klinici werken. Dat ik ben een roboticus, ik ben geen klinicus. Dus ze moeten de klinici mij vertellen wat ik moet gaan maken voor ze. En dat is bijvoorbeeld wat we in Twente hebben gedaan, technisch geneeskunde. Dus een hele succesvolle studie, waar juist dat proberen daar aandacht aan te geven. Ook aan de onderwijskant. En dit is iets wat voor wat ik noem de Clinical Innovation Triangle. En het enige manier is als je daar innovatie naar de kliniek wil brengen. Dus je hebt gewoon de ingenieurs, je hebt de bedrijfsleven en je hebt de klinici. En door de interactie van alle drie kan je echt werkelijk innovatie leveren die dan wat naartoe leidt. Wat ik wil even specifiek over praten is wat ik eigenlijk noem effective hands for beautiful eyes. Effectieve handen voor mooie ogen. En jullie zullen begrijpen wat ik daarmee bedoel. Kijk, wat we hebben tegenwoordig in de ziekenhuizen en in overal, de beeldmogelijkheden dat in de kliniek zijn fenomenaal. Dus een MRI, Magnetic Resonance Imaging, kan je eigenlijk heel nauwkeurig overal een lichaam zien. Okay? En dus je hebt qua ogen heb je alle mogelijkheden. En we gaan verder, er worden dan MRI gemaakt die er nog preciezer zijn, doordat het magnetisch veld nog hoger te zetten. Maar wat er nu gebeurt, we hebben een beeld, en dan wordt die beeld een diagnose gemaakt, en de rest gaan we gewoon met chirurgen met de hand doen. En dat is niet echt slim. Waarom? Omdat, wat ik zeg, humans do not speak digital robots do. Hè? Dus de mensen spreken niet digitaal en robots spreken wel digitaal. Dus wat ik daarmee bedoel is dat je kan dan direct koppeling maken tussen de beelden en de precisie van die beelden en een machine die dan precies is en begrijpt exact wat hij moet doen. En natuurlijk, de mens is altijd in de loop. Dus niet aan een robot iemand gaan opereren. Maar je kan die verbinding veel sterker maken, zodat veel effectiever, nauwkeurig je doel bereikt. Het probleem is dat als je kijkt aan normale robotica, je kan bijvoorbeeld bepaalde beelden gebruiken, CT of ultrasound. Hè. Dus ultrasound gaat over golven, dat heb je geen probleem. Dan zou je een beeld kunnen koppelen aan een robot. CT, computer tomography, in principe ook. Er zijn röntgen, dat zou in principe ook kunnen. Maar eigenlijk het beste beeld krijg je vaak voor zachte weefsels, krijg je met de MRI. Maar je kan geen robot gebruiken in een MRI. Omdat de MRI werkt, omdat het een hele hoge magnetisch veld is. Dus er zijn hele leuke plaatjes, daar had ik er eentje moeten zetten, waar gewoon gebeurt, hè, dat iemand heeft een patiënt op een bed naar de MRI-kamer gebracht en het bed is gewoon boing tegen een magneet gegaan. Hè? Dus dat is een gigantisch magnetisch veld. Hele schoonmaakkarretjes verdwijnen soms ja, precies. In die MRI-apparaat. Ja, dat is echt, je hebt het over tegenwoordig over 6, 7 Tesla en dan zijn nu bezig met 9, 10 Tesla MRI's. Dus heb je over zeer zware magnetische velden. Dus een robot, normale robot, is natuurlijk geen oplossing.
Nou, dat heeft dus ons gebracht aan in te zetten in de MRI-compatible robotics. Dat is iets waar van belang is en dat wordt overal gedaan. Maar ik denk dat wij dat echt op de top van de wereld zijn op het moment. Wat jullie hier zien is een van mijn studenten, onder de MRI, met een robot op zijn buik. De robot zien jullie niet. Hè? Dus het is volledig transparant. Okay, dat is exact wat we willen bereiken. Transparant voor de scan, je ziet hem transparant wel. Voor de scan, ja. Maar ja, dus je hebt als je een robot nodig hebt, dan moet je actuatoren maken die dan volledig transparant zijn. Van kunststof. Wat jullie hier zien zijn een paar van onze actuatoren. Dit is nu net provisional ingediend, patent pending. En dit is, gaat langzamer, maar dit is hetzelfde soort concept wat ontzettend snel gaat. En wat jullie hier zien is zo klein. Het is echt werkelijk zo klein. En wat jullie daar zien is 8 mm. Dit is lineair. En het kan behoorlijk zwaar zijn. Dus we hebben denk ik nu, we hebben net een publicatie de deur uit, waar we dan eigenlijk onze actuatoren hebben vergeleken met actuatoren van Johns Hopkins in de VS en anderen. En ik denk dat echt de beste actuatoren in de wereld hebben op het moment. En die zijn allemaal van plastic. Gewoon geprint in een lab. We hebben een infrastructuur in een lab. Natuurlijk, de universiteit heeft veel meer. Maar jullie zullen ook vanmiddag later prachtige toepassingen zien van printers, van additive manufacturing. Maar voor mij was het belangrijk om alle infrastructuur te hebben op koffieafstand, zeg ik altijd. Alles dan niet met de koffie naartoe kan lopen, is niet goed. Okay? En inderdaad heeft dat gigantisch geholpen, omdat dit is een van de vele voorbeelden die we hebben gebracht aan de ontwikkeling in ons lab. Dit is de eerste robot, twee jaren terug, is in 3 maanden gemaakt met lasercutting. Het is gewoon platen, dit is allemaal plaatwerk. En door even slim na te denken, slimme student, in 3 maanden is een volledig functioneerbaar concept ontstaan voor een naaldsturing. En waarom wil je een naald? Dat kom ik later op terug. Nou, en dat eigenlijk hier. Hè. Dus we hebben besloten op een bepaald moment om borstkanker als klinisch toepassing direct te gebruiken. Wat het normaal gebeurt, als je iets ziet door imaging, hè, dan zie je dan ergens een tumor, een lesion, of iets dat je denkt dat een tumor is, en je wil goed onderzoeken. En hoe doe je dat? Dan neem je een biopsie. Dat is dit wat jullie hier zien. Dus eigenlijk wil je een klein stukje weefsel pakken, zodat het histologisch, dus je kan een analyse maken en zeggen, nou, wat soort tumor, is dat een tumor, wel of niet, wat soort, hoe kan ik bestrijden? En doe je dan vaak onder MRI, omdat sommige lesions, sommige tumoren, zijn zo klein, en dan, dat is het beste als je kan ontsporen, omdat dat betekent dat je genezing dan sneller kan krijgen. Dus wat je wilt doen, is, het is heel moeilijk te targeten, dus wat we willen doen om sneller te zijn, meer kuren in beweging, en ook in 1 keer goed. Wat er nu gebeurt, is dat continu prikje, nee, is niet goed. Nog een keer prikken, duurt lang, is duur. Dus als een lesion, een tumor gezien wordt, wordt de robot naartoe gestuurd, en wordt het de houder van de naalden daarin gezet. Dan wordt de houder, is niet hier getekend, is er nog steeds. En dan wordt een ander instrument ingezet die een aantal biopten neemt van de weefsel. Een aantal stukjes weefsel neemt. En dan kan dat geanalyseerd worden. Dit is onze setup. Die 4 balletjes zijn, komen we zo meteen op terug. Is iets dat wel zichtbaar is onder de MRI. Is alleen een soort waterachtig materiaal. En dit is een manifold van alle kleppen die dus buiten de kamer van de MRI staat. Dus de metaal kan buiten de kamer van de MRI. En dan wordt dus via kleine tubes wordt naar binnen gebracht. En dit is een scan van de setup dat jullie net gezien hebben. Hier zijn de 4 punten die op de robot waren. Ja, dit is nu handmatig gedaan, maar natuurlijk uiteindelijk moet het volledig automatisch gebeuren. Dit is de borst, dan wordt daar de lesion gezocht, handmatig getagd. Maar het is nog een keer, dit wordt volledig automatisch gebeurd. En dit is de student die daar deze interface heeft gedaan. En dan kan er gewoon de punten van de targets en de punt van de lesion. En automatisch alles, je weet waar dingen zijn ten opzichte van elkaar. Dus je weet waar de naald is en je weet waar die naartoe moet gaan om juist die biopte te nemen. Dit is het systeem die buiten de MRI is. En dit is eigenlijk de vorige versie. Dit is het systeem die naar de Phantom gaat. En kan nu heel langzaam, en dat
Sowieso een klinische setting moet daar langzaam zijn. Maar kan natuurlijk veel, veel sneller, zoals jullie gezien hebben in die actuatoren die ik heb net laten zien. En dan komt zo meteen even terug. Hier is het gesegmenteerde beelden van de data van de MRI. Dus jullie zien de vier tags van de robot. En daar is gewoon een lesion. Het is eigenlijk een phantom gemaakt van ons. En dat zie je dus dat de naald goed daar naartoe gaat. En dan kan je dan prima targeten. En deze robot is eigenlijk onze oude robot. En we hebben een studie gedaan en we hadden een accuracy van 6 mm, dus nog redelijk slecht. Omdat de robot heel veel problemen had. Maar natuurlijk, we zijn niet blijven zitten, we zijn er naar verder gegaan. Deze robot is inderdaad in de kennis van nu geweest. En we zijn natuurlijk verder gegaan en dit is de laatste versie. Deze robot heeft alle problemen die de vorige robot had, zijn nu opgelost. De keurigheid hier is volledig stijf, kan heel precies bereiken waar die naartoe gaat. En hier denk ik dan zover zijn dat nu echt kunnen denken, natuurlijk met onze klinische collega's, denken hoe kunnen we de klinische test gaan uitvoeren. En hier, kijk, dit is de idee, hè, daar trek je gewoon de naald eruit. En dan, zoals je het ziet, blijft de geleider daarin en dan zet je gewoon het systeem voor de biop te kunnen opnemen. We hebben een award hier gewonnen bij Hamlin. Hamlin Symposium is een van de top symposium van internationaal bij Imperial College in London. En we hebben dus de Best Design Award gewonnen met onze robot. En we hebben echt Nederland op de kaart gezegd, zonder twijfel. Een andere manier, en dat is de laatste wat ik wil over hebben, weer heel snel, is je kan ook een foto maken met de MRI. En dan doe je daarna een robot met een ultrasound, stuur je een robot met een echograaf en het proberen te registreren. Dus je doet de biopsie via image registration. Dit is een project die ik binnengehaald heb, is begonnen dit jaar. Het is meer dan 4 miljoen euro waar een aantal partijen dan bij betrokken zijn. En de toepassing is weer borstkanker, maar ook onderzoek in spierziektes. Om akkeuren te kunnen targeten. En de idee daar is eigenlijk dat je hebt een beeld van de MRI. Je weet waar de tumor of de lesion is waar je dan wil biopteren. En daarna heb je een soort, dit is een voorbeeld, dat wordt natuurlijk heel anders. Je hebt een soort ultrasound die je stuurt met een robot. En die wordt zodanig gestuurd dat je weet waar de beeld genomen is. En je kan proberen die beelden te koppelen aan de MRI. Omdat de ultrasound is niet nauwkeurig genoeg om de lesion te zien, maar al het wat eromheen wel. En in die manier wil je in staat zijn om daarna ook buiten de MRI te navigeren naar die punt. Okay? En de vervormingen en alles wordt daar rekening mee gehouden. Omdat dan natuurlijk als je naald in een borst doet, gaat de borst vervormen. En daar zijn we dus daaraan aan kijken door wat heet de elastografie. Dus in de tussentijd maakt ook een model van de mechanische eigenschappen van de borst, zodat je weet als de naald erin gaat, weet je hoe die gaat vervormen. En ik denk dat hier behoorlijk hele leuke dingen zullen ontstaan. En niet alleen voor de biopte, maar er is ook iets dat heet ablatie. Dus als je weet en je hebt een biopsie genomen, je kan het ook daarna die cellen met een naald kan je gewoon doden. En in die manier kan je het eigenlijk opereren op een tumor verwijderen, zonder dat je het ooit een open snede hebt gedaan. Die naald, die is toch van metaal gemaakt? Ja, dat is, een metaal. Dat is titanium. Hè? En inderdaad, ben er snel overheen gegaan, geeft kleine distortie. Dus magnetisch is niet dat de naald getrokken wordt, maar in het beeld geeft kleine distorties. Maar het is te veel dus om de rest van het apparaat van dat spul te maken. Want waarom zou je dan moeilijk met plastic doen als je ook gewoon nee, alle als metaal het hele hebt apparaat in titanium, dan zou je het niet zien. Omdat er dan is te veel metaal en de beeldstoring op het weefsel van de patiënt zou gigantisch zijn. Dus eigenlijk wil je andersom, je wilt naalden maken van kunststof zijn gemaakt. Ja. Dus die MRI die kijkt heel nauwkeurig waar de tumor of het plekje zit waar je het biopt van wil nemen. Klopt. En dan breng je in kaart een beetje hoe het hele bos er ongeveer uitziet. En dan kan je met de ultrageluid kan je bepaalde punten herkennen. Ja. En dan weet je zo ver van dat herkenbare punt kan een computer dan berekenen. Ja, en middelen.
En dan heb je de middel je de fouten er eigenlijk aan. Ja, kijk, veronderstel dat dat de tumor is, deze flesje hier. En met mijn MRI zie ik dat. En ik zie ook de hoeken van de tafel. En met ultrasound zie ik het flesje niet, maar ik zie de hoeken van de tafel. Precies. Dus als ik de hoeken van de tafel zie, en de MRI zegt, weet je, als je de hoeken weet, de flesje is bijna daar, kan je daar pakken. En in die manier kan je dat targeten buiten de MRI, ook als je de fles niet ziet. En wat is er... Je wilde ook nog het even hebben over iets wat nog wat breder context. Ja. Nog. Kijk, wat het leuke is, denk ik, in wat we doen, is natuurlijk is heel breed. En dat mensen zien als onze vakgroep, zien dat denken dat, focussen je niet in iets. En ik denk dat juist de sterkte is van wat in ons werk. Omdat wat ik zie continu is, als je iets medisch doet, dan krijg je een idee voor iets compleet anders. En daar wil ik heel een slide daaraan besteden. Jullie hebben gezien die actuatoren, dat is allemaal van kunststof. Ja, dus wat is kunststof is fijn, omdat het in de MRI werkt. Maar kunststof en lucht zijn fijn, omdat als je probeert dat in een gas, in de buurt van een gas neer te zetten die explosief is, dat gebeurt helemaal niets. Dat is een hele grote probleem voor de toevoering van robotica in de petrochemische industrie bijvoorbeeld. De zogenoemde ATEX-regulering. Want als je een robot maakt met elektrisch systeem, met motoren, dan is het gevaar is heel groot dat ontploffen. Dus nu ben ik aan het kijken van hoe kan je dit soort actuatoren in een wereld gebruiken waar dat van belang is. En dat is ook een initiatief dat bij TNO zijn begonnen, iBotics, waar we kijken specifiek aan dit soort dingen. Dat lijkt me lastig, want dat is vaak onder druk, lijkt me toch? Met je slangetjes en je... Jawel, maar ik heb het idee dat ik eigenlijk niet wil hierover hebben. Waar ik denk dat, hoe denk ik dat dit soort technologie daar gebruikt kan worden. Nou, dat is wel het leuke van dit soort middagen, dat je bijna een stukje patent hoort. Eigenlijk, en dat was even al daar als sluiting, ik zie dat even de tijd. Hè, dus jullie zien hier dan, robotica komt overal. Hè, de dieren moeten nog even aanpassen. Maar ik geloof dat robotica iets potenties heeft die daarin zijn en niet te voorzien. En ik heb een nieuw motto bedacht. En mijn nieuw motto is dat the sky is not the limit, but just the first layer. Bedankt voor jullie aandacht. Nice.